Het is belangrijk dat jongeren op het gebied van talentontwikkeling blijven experimenteren, zegt de artiest Kevin Thompson in gesprek met onze redactie. Thompson onderstreept het belang van experimenteren, het stappen uit je comfortzone en het creëren van een omgeving die zich leent voor de uitbreiding van de visie. Daarom betreurt Thompson de matige stimulans aan jongeren die de behoefte hebben. De persoonlijke intrinsieke motivatie is de energie om dit doel uiteindelijk te realiseren, zegt de artiest. Geloof gewoon in jezelf, geloof gewoon dat wat je hier hebt, dat je gewoon tot werkelijkheid kan brengen. Voor dans heb je niet echt veel nodig, je kan ook je eigen woonkamer gebruiken en je eigen stijl creëren. Dus dat is het met experimenteren. Voor het film, zolang je een camera hebt, maakt niet wat voor camera je hebt. Ga gewoon schieten, ga gewoon je verhaal vertellen. Elke keer dat je bezig bent, trigger iets nieuws. Yeah. Dus al zou ik nu gaan trainen, ik weet sowieso 75% dat ik iets nieuws ga leren waarvoor ik denk van hey, dat ga ik morgen brengen. En dat gebeurt met het experimenteren. Dus begin met jezelf. De meeste mensen, hoe zeg je het, doubten zelf gewoon dat het niet kan. En daar is waar je, als je eerst daaraan werkt, dan kan je daarna verder gaan, denk ik. Thompson merkte op dat er vanuit de zijde van de regering een betere aanpak van het beleid zou moeten worden uitgeschreven. Met het stimuleren van talentexperimentatie werk je aan het vormen van artiesten die Suriname in de toekomst op de kaart kunnen plaatsen, meent Thompson. Meer hierover woensdag in ons nieuwsprogramma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.